In de persconferentie van afgelopen maandag deden Rutte en De jongen beide hun verhaal. De een deed dat heel overtuigend en de ander wist op de een of andere manier het niet over te brengen. Hoe komt dat? Hi, ik ben Jente van Voicebooking en in deze video heb ik het over het verschil in presentatieskills tussen minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo De Jonge. Voor we beginnen. In deze video wil ik geen stelling nemen voor wat betreft de inhoud van de boodschap of het handelen van de politici in kwestie. Je kan stellen Hugo de Jonge die leest voor. Ja, maar dat deed Mark Rutte ook. Je kan wel stellen dat de jongen op een manier voorleest waardoor hij je wat in slaap lijkt te sussen. Oké, okay, point teken. Maar aan de andere kant, het was best belangrijke informatie die ik echt wilde horen. Dus er moet een verschil zijn tussen wat Rutte doet en wat de jongen doet. Laten we eerst de twee mannen eventjes naast elkaar zetten. Wat mij persoonlijk meteen opviel, is dat de snelheid van praten verschilt. Goedenavond. Het belangrijkste nieuws dat wij vanavond voor u hebben, is dit. Het intro van Rutte duurde exact twee minuten, waarbij hij 258 woorden sprak. Naar mij sprak hij 129 woorden per minuut. En bij de jongen ging het allemaal een stuk sneller. Mensen met klachten blijven lang niet altijd meer thuis... Soms blijkt dat mensen nadat ze al klachten hebben. of een quarantaine zouden moeten. omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet was. nog heel veel mensen hebben gezien en gesproken. Ja, een stuk sneller. In de eerste zes minuten die hij sprak. kwamen er 1036 woorden uit zijn mond. Dat is 159 woorden per minuut. En daarmee spreekt de jongen bijna 25% sneller. dan dat de minister dat deed. Ja, aan de andere kant. spreekt de jongen nou echt sneller? Of neemt Rutte meer zijn tijd? Rutte nam heel veel pauzes. Een dikke 22 seconden in twee minuten. Dat is best veel. Dat is dus 11 seconden per minuut. En dat is dan weer bijna 20% van de totale spreektijd. U weet dat we alle veiligheidsregio's op drie risiconiveaus beoordelen. En bij de jongen was dat 6 seconden. En om dat te timen, heb ik nog best wat moeite moeten doen, want die pauzes die waren echt heel erg kort. De jongen die komt daar mee uh, op zo'n drie seconden pauze per minuut. Dat is dus 5% pauze bij de jongen tegenover 20% van Rutte. Maakt dat dan uit of je pauze neemt? Ja, 100%. Want je vertelt mensen iets om ze te overtuigen. Juist in deze tijd, als verteller en helemaal als politicus gaat het erom dat je boodschap overkomt. En van een boodschap zoals deze weet je één ding zeker. Er gaat weerstand opkomen. En als je dan niet overkomt bij de luisteraar... dan kan het zelfs zijn dat iemand die het met je eens is... denkt van, joh, ik begrijp er helemaal niks van. Wat een onzin. En wat Rutte dus heel goed doet, is zijn tijd nemen. Na elke zin even pauze nemen. En de luisteraar, die krijgt van hem de tijd... te begrijpen wat hij zegt. U weet dat we alle veiligheidsregio's op drie risiconiveaus beoordelen. Eén, waakzaam, dan zijn er eigenlijk geen strenge aanvullende maatregelen nodig. Dus wat Rutte doet, is naar elke zin eigenlijk zoiets zeggen als Heeft u het? Oké, okay, dan ga ik door naar de volgende zin. Ja? Ja, bent u er? Oké, okay, ga ik weer door. Snapt u het? Mooi, heb eens. ik ga door. Luister nou eens naar die jongen. Met de maatregelen die we nu landelijk nemen... Uh, Waarbij we willen we de samenleving zoveel mogelijk ontzien en het virus zo hard mogelijk raken. En we doen dat door het aantal sociale contacten te beperken. Vooral door de groepsgrootte in allerlei situaties kleiner te maken. Ja, bij de jongen is die tijd er niet. Hij vergeet jou de tijd te geven om te verwerken wat je zegt. Ja, gelukkig zijn er internetsites, kranten, radio- en televisiestations die nog even goed samenvatten wat hij nou gezegd heeft. Maar ja. Als politicus heb je het verhaal het liefst ongekleurd, zonder dat een journalist tussen beiden kwam. En Rutte is het andere uiterste. Hoe hij dingen begrijpelijk kan vertellen is fenomenaal. Nee, hij is geen geboren spreker zoals Barack Obama dat is, maar hij weet wel hoe je technisch gezien dingen heel begrijpelijk kan vertellen. Af en toe lijkt het wel alsof hij een voiceover is of een presentator. Een truc in voiceoverland is je zinnen zo op te hakken. Dat je de zinsdelen als het ware stuk voor stuk in het hoofd van de luisteraar duwt. In de volgende zin doet Rutte dat acht keer. U weet dat we alle veiligheidsregio's op drie risiconiveaus beoordelen: 1. Waakzaam. Dan zijn er eigenlijk geen strenge aanvullende maatregelen nodig. Niveau 2, zorgelijk. Dan zijn wel maatregelen nodig om bij te sturen. Acht keer. Om vervolgens het overgrote deel van zijn zinnen af te sluiten... alsof het een einde van de Alinea is. Luister eens hoe hij het einde van zijn zinnen steeds laag van toon eindigt. Hij zet als het ware steeds een punt achter zijn zin. En drie, ernstig. Dan is hard ingrijpen nodig. En minister De Jonge, die doet het tegenovergestelde. Hij hakt de zinnen bijna niet op. Door zijn zinnen niet naar een einde te lezen kondigt hij als het ware een volgende zin weer aan. Daarna volgt een nieuw weegmoment. En dat is feitelijk een T-splitsing. Of we slagen erin het aantal besmettingen te laten dalen. En dan kunnen we kijken hoe we weer terug kunnen naar die regionale aanpak. Met meer maatwerk per regio. Of we slagen er niet in. En dan zijn er hardere maatregelen nodig. Die ons dichterbij die intelligente lockdown vergelijkbaar met dit voorjaar brengen. Dus... Wat de jongen doet, is zijn zinnen vaak heel hoog eindigen of op zijn minst niet laag. En aan het einde van de zinnen remt hij niet af, hij houdt de snelheid erin. Waardoor hij dus als het ware tussen de zinnen door zegt: uh, Mensen, er komt nog meer. Uh, dit moeten we ook nog weten, dus wacht even met het verwerken van mijn woorden. Waardoor je dus op een gegeven moment zoveel gehoord hebt dat je niet meer weet wat hij in het begin zei. Daarnaast is er zoiets als gewoonte: Wij mensen zijn gewend om door een stem gestuurd te worden. Iemand die begint met praten, begint meestal hoog in zijn stem. Gaandeweg de alinea, ga je wat lager praten en vaak wat sneller. Dat is iets wat wij mensen doen zonder dat we er eigenlijk bij stilstaan. Dat doen we al sinds de oertijd. Hoog praten betekent gevaar. En dat wekt de aandacht. En telkens de aandacht vragen om een nieuwe situatie of een wending in je verhaal, dan is het best handig als je het weet van oké, okay, ik moet nu even hoog gaan. En Rutte die begrijpt dat heel goed. In het volgende fragment hoor je hem dit heel mooi doen. En daarna hoor je hem gelijk afremmen. En gaat hij weer lager in zijn stem zitten. En drie, ernstig. Dan is hard ingrijpen nodig. Die laatste situatie zagen we vorige week ontstaan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En de jongen, die zien nog niet zo bedreven in. In het voorjaar hebben we laten zien dat we met elkaar in staat zijn om dat virus weer onder controle te krijgen. Ja, hij had ook kunnen zeggen: in het voorjaar hebben we kunnen. Zoiets dergelijks. Dan pak je meteen de aandacht en hou je mensen alert. En dan een laatste ding. Soms denk ik wel eens dat Rutte in een vorig leven voice is geweest. Nadruk leggen, dat kan hij als geen ander. De woorden die hij belangrijk vindt, krijgen extra veel de aandacht. En hij doet dat door simpelweg nadruk te leggen op een woord of door af en toe wat af te remmen of juist snelheid te pakken. Bij Rutte zit er ritme in. Het is bijna muziek. Of je het nou eens met hem bent of niet. Laten we nog eens luisteren naar dat ene fragment van net. Die laatste situatie zagen we vorige week ontstaan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar terwijl we samen met deze veiligheidsregio's bezig waren te bepalen wat er nodig was, moesten we constateren dat een flink aantal andere regio's ook die kant op ging. Ja, het is wat over de top af en toe, maar vergelijk dat eens met de jongen. Er is geen tegenstelling tussen wat nodig is voor de zorg en wat nodig is voor de economie en de samenleving. We steunen onze zorg, de economie en de samenleving het beste als we die tweede golf breken. En we het virus er zo snel mogelijk weer onder hebben. Weinig nadruk, zelfs nadruk op de verkeerde woorden. Wat de jongen hier laat zien is wat je bij heel veel voiceovers hoort die net zijn begonnen. Leuk geprobeerd, maar ga je er mensen mee boeien? Nee, helaas. En daar is het wel een beetje mee gezegd. Of je het nou met het beleid van deze mannen eens bent of niet, deze persconferentie liet heel goed het verschil zien tussen een extreem goede verteller en iemand die nog heel veel figuren moet maken. Ze vertellen beide hetzelfde verhaal, alleen Rutte begrijpt tot in zijn tenen dat hij luisteraars heeft en wat er voor nodig is om een boodschap, hoe moeilijk ook, over te brengen. Dank voor het kijken naar deze video. Uh, like hem als je hem leuk hebt gevonden. Um, comments. Uh... Is niet politiek geladen en uh, wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of ga naar voicebooking.com. Tot de volgende. Bye.